Het is toch heel fijn om ook hier in de beeldentuin in Witharen te kunnen wandelen met dit prachtige weer. Ja. En met al die leuke en fijne kunstwerken. Zijn van jullie, Thea Dijkema en Louis van Vilsteren. Nou, de beelden in de tuin zijn voor een groot deel van andere kunstenaars. Ik heb een aantal beelden hier staan, keramische beelden, ben keramiste. En de rest van de beelden is van 9 gastexposanten die bij ons in de tuin exposeren. En dat zijn mensen die werken met glas en met RVS. En dat zijn allemaal gastexposanten die hier in de beeldentuin dit jaar ook weer hebben geëxposeerd. Ja, ja, en 18 september gaat u sluiten. Ja, ja, dat is voor dit jaar, is het seizoen afgelopen. En volgend jaar weer? En volgend jaar is een bijzonder jaar. We doen het inmiddels 16, 17 jaar. Ja. En we hebben besloten, ik ben 65, Thea 67, om een sabbatical te nemen. Ah. De tuin wordt niet opgeheven. We hebben tegen al onze mensen gezegd, en ook via de nieuwsbrief, dat we 1 jaar gaan overslaan. Om ons te hernieuwen, te vernieuwen, misschien de tuin te veranderen. En te kijken hoe we in 24 weer verder gaan. Dus het heet zoiets als herbronnen, geloof ik, hè? Dit soort beelden, dat komt dan in 2024, komen er weer een nieuwe beeldentuin, een nieuw parel in het Vechtdal. Nou, elk jaar hebben we andere kunstenaars, dus dat is sowieso altijd al. Maar of we dat in 2024 ook weer doen, of dat we op een andere manier dingen kunnen laten zien, dat houden we nog spannend. Dat is voor onszelf nog niet bekend. En we kunnen er eigenlijk nog niks over zeggen. Het is hetzelfde als iemand die zegt, ik ga een boek schrijven, maar ik weet nog niet waar het over gaat. Oké. Okay. U gaat dan toch in 2024, het is niet zo dat u ook overweegt om helemaal niet meer opnieuw te beginnen? Nou, ja, het kan zijn, en daar gaan we ook wel op zoek naar mensen, jongere mensen, die het eventueel met ons samen gaan doen. Maar dat is toch langzamerhand een begrip geworden? Voor heel veel mensen die hiervan houden, is het een begrip geworden. Ja. Er zijn ook nog heel veel mensen, ook in de omgeving van Ommen, Dalfs, Zwolle, die het nog helemaal niet bekend zijn. Terwijl we er toch aardig wat aan gedaan hebben. Ik denk dat het meer te maken heeft met het feit dat je in je eigen omgeving niet naar dit soort dingen toe gaat, of minder. Want ik denk dat heel veel mensen die wel vaste bezoekers zijn in onze tuin, er zijn er een aantal, best een heleboel ook uit de Ommen en de omgeving, maar ook heel veel van verder weg. Mensen die dus hier komen recreëren en dan ons ontdekt hebben en dan ook eigenlijk elk jaar even 1 of 2 of 3 keer komen kijken van hoe het ervoor staat. Inmiddels is er echt ook duidelijk een publiek wat komt voor de beelden en ook regelmatig wat aanschaft. Er zijn eigenlijk steeds meer mensen die verzamelen. En nu komen we een beetje in jouw terrein als het ware. Ja. Zullen we even gaan kijken, want dit is de expositieruimte van de meubelmakerij. Ja. Dit jaar is het ook helemaal mijn ruimte. Andere jaren willen nog wel eens kunstenaars met schilderijen hebben. Dit jaar heb ik ook gekozen om alleen mijn meubels te laten zien. De eerste 20 jaar dat we hier woonden was dit mijn werkplaats. 12 jaar geleden hebben we deze omgebouwd tot galerie. En kan ik ruim mijn meubels laten zien die ik dagelijks maak voor allerlei mensen. En, of voor de galerie. En ze worden zo verkocht. Of ik moet er op maat weer nieuwe dingen maken. Dus als je hier iets ziet waarvan je zegt van nou, dat lijkt mij leuk, maar alleen de maat klopt niet. Dan maak ik het voor de mensen op maat naar de wensen van de mensen in de houtsoort die ze willen, in de afwerking die ze willen. En dat heb ik de afgelopen 35 jaar gedaan. Nu zie ik hier een prachtig mooie tafel met daarin ja, als het ware hout ingelegd. Hè? De hele wereldkaart staat erin. Ja. Heb je daar nou een bepaalde betekenis mee? Dat je zegt van nou, dat wil ik gewoon op deze manier nou laten zien. Ja, dat heeft ook wel te maken met dat totale. Mijn hout komt ook bijna uit de hele wereld. Het donkere hout, dat komt uit Noord-Amerika. Het eiken, dat komt uit heel Europa. En ik ben zelf ook wel erg geïnteresseerd hoe het in de wereld gaat. Dus ik vond het wel eens tijd werd om een wereldtafel te maken. En daarmee heb ik het op deze manier gedaan. En alle continenten zijn er op vertegenwoordigd. En ja, het is een tafel waar je alle wereldproblemen kan bespreken. En als ik nou zo rondkijk, dan zie ik heel veel tweetonig. Hè? Twee verschillende houtsoorten en samen één meubel. Ja.
Is dat jouw handmerk, Jan? Ja, dat is er zo langzamerhand ingegroeid dat ik een aantal jaren geleden dat idee had om dat te combineren. Het is wel de basis is eikenhout en daar heb ik toegevoegd dat Amerikaanse noten. En ja, dat wordt ontzettend gewaardeerd en daar borduren mensen ook weer op verder met andere ideeën. En waarom zou ik een goed idee en een mooie vormgeving niet nog een paar keer herhalen en de mensen blij mee maken? Nou loop ik eventjes naar die tafel, want dat vond ik wel heel interessant. Ja, dat dacht ik al. Dat wou ik toch wel eventjes nog even aan de mensen laten zien. Ja. Als ik dit nou zo zie, dan lijkt me dit een soort van bureau van een directeur. Ja, het zou kunnen. Die toch af en toe wel iets even wil gebruiken. Nou, het glas is er nog bij. Ja, het glas heeft ook een eigen kastje. En hierbovenin heb je nog een ander kastje waar je ook nog iets in kan. Er zitten van die verborgen kastjes in. Ja, nou ja, het is voortgekomen. Je hebt een tijd gehad dat je die steigertafels had. Daar heb ik er ook wel een paar van gemaakt. Was er geen liefhebber van, maar er waren zulke dikke poten. Ik dacht van ja, er zit heel veel ruimte in. En toen heb ik dat verfijnd. Die poot wat kleiner gemaakt, maar toch nog een deurtje erin gemaakt. En toen ontstond dus de tafel met de kastjes. En nou ja, zo kun je er altijd weer mee verder borduren. En ja, daar heb ik nog steeds heel veel plezier van om dat soort dingen te maken. En of het dan verkocht wordt, ja, dat zie ik later wel weer. Wat wordt dat nou, Thea? Ja, nou ja, ik heb in het verleden heb ik eens een keer krulstaartjes gemaakt. Ik kan ze je niet laten zien, want ze zijn allemaal verkocht. Het zijn deze vormen en dan met verschillende kleuren. En er waren vorige week mensen in de tuin die hebben die, nou ik denk 6-7 jaar geleden gekocht. En die hadden uitbreiding in de familie en die wouden nog wat kleine krulstaartjes erbij. Dus nou, en misschien nog een grote, dus dat wisten ze nog niet precies. Dus toen, dus dat is een opdracht die ik nu... Werk je dan vaker met opdrachten? Nou, niet heel vaak, maar het komt wel voor. Ja, zo kreeg ik laatst een opdracht van een andere kunstenaar. Die gaf hem door aan mij. Dat was de vraag of ik een urn wilde maken voor iemand. Ja. Een urn, dat moest een druppel zijn, dus een beetje deze vorm. Maar dan als druppel met drie handen erop en dan handen. Gipsafdrukken van de handen van de kinderen en van de vrouw. En nou ja, zag hij helemaal niet zitten. Dus toen heeft hij naar mij verwezen. En zo kan ik natuurlijk ook wel doorverwijzen naar andere kunstenaars. Dat is wel leuk. Als je wat mensen kent, dan kan je dat mooi doen. Hoe zou je jezelf nou willen omschrijven? Wat is nou uw sterke kant? Wat is nou, ik maak vooral graag en daar kun je mij ook aan herkennen. Nou ja, ik ben een pottenbakker. Ik maak potten, ik maak schalen en ik heb een techniek ontwikkeld. Je ziet hem hier nou niet, maar boven wel. Die heel erg mijn eigen techniek. Die twee rode poppetjes die je daar ziet, die hebben die techniek. Dat is daar herkennen mensen mij aan. Als ik ergens anders exposeer. Ik heb wel eens in Frankrijk geëxposeerd en dan kwam ik hier mensen tegen die waren toevallig in die tuin geweest. En die hadden helemaal, hè, wat doet dat hier? Dat lijkt wel van Thea. Nou, dat was dus ook van mij. Nou, ik ben heel benieuwd hoe het in 2024 gaat. Nou ja, ik hoop eigenlijk, want ik heb veel productie gedraaid de afgelopen jaren, dat ik ook wat meer mijn eigen creativiteit weer mag laten vloeien. Dat ik daar de ruimte voor krijg. Want heeft het bij mij een beetje ontbroken de laatste jaren. Mijn meubels staan niet in de tuin. Nee. Op één uitzondering na. Okay. En daar kunnen we ook naartoe lopen. Ik heb dit jaar voor mezelf een expositie gemaakt in de overkapping. Oké. Okay. Dit is mijn expositie die ik dit jaar op mijn eigen houtje hier heb gemaakt. Elk jaar maken we een thema-expositie in de overkapping, zoals ze dat noemen. Het zijn altijd andere kunstenaars geweest die daar van deze ruimte hebben gebruik gemaakt. En dit jaar, omdat dit ook een laatste jaar was, heb ik besloten van ik neem deze ruimte voor mij om er wat moois van te maken. En omdat wij al in een wat verder gevorderd stadium zijn van ons leven, heb ik het totale leven proberen te pakken in deze expositie. Het begint bij het grote bed waar meestal het leven begint en die heb ik een beetje uitvergroot en staat als het begin van de expositie. Dan kom je aan de tafel met de grote stoelen
waar alles wordt besproken tijdens het leven en al de plannen worden gemaakt. En waar het leven geleefd wordt. De wijn staat op tafel, de bier staat op tafel en ik zou er nog veel meer op kunnen zetten. Boven je hangt het oude hout en dat betekent alles wat geweest is. En ik heb het met de lampen die erin hangen proberen uit te lichten, zodat dat altijd in gedachten blijft. Maar uiteindelijk kom je toch in de situatie dat je weggebracht wordt. En daar heb ik twee hele mooie kisten voor gemaakt. Twee mooie kisten die voor ons op maat zijn. Je moet het leven nemen zoals het is. En ook wij komen een keer aan de beurt. En dus dat heb ik met deze expositie al een beetje bereikt. Ik heb er nog een tekst bij gemaakt die het alles verduidelijkt. Dat is wel mooi, die tekst. Die maakt wel even, is wel goed om die, die erbij te pakken. Want dat is toch wel zoals het is. Nou zegt Louis net, sommige mensen worden raakt het, hè, wat hier allemaal staat. U ook? Nou, ik moet zeggen, toen hij daarover begon, dat hij iets wilde over leven en dood, een expositie, toen had ik wel een beetje zo van, nou, wat moet dat worden? Ja. Ik had er niet zo heel veel gevoel bij. En hoefde niet zo veel. En als je het nu ziet? Ja, ik vind het heel mooi. Het is heel mooi gedaan. En het is... En het is zoals het is. Dat is eigenlijk wat hij weergeeft. Van je begint en je maakt plannen en je groeit en je bouwt op. En er komt een tijd, en nou ja, in die tijd zijn we nu ook wel een beetje beland, dat je moet afbouwen. En uiteindelijk zal dat resulteren in die kisten. Maar dat afbouwen, dat is wel iets waar ik moeite mee heb. Want dat is best lastig. Opbouwen is veel makkelijker als afbouwen. En dan gaat u een sabbatical in. Dat is ook eigenlijk weer opbouwen. Hè? Dat je zegt van oké, we gaan weer nieuwe energie pakken. Want we hebben nog een heel stuk voor ons. Nou, dat opbouwen, dat is... Ik denk dat dat sabbatical voor mij toch wel is rust. En dan kijken wat we verder nog willen bieden, maar daar zal waarschijnlijk Louis meer aandeel in hebben dan ik. Want ik wil best nog wel keramiek doen, ik wil ook nog wel, wel eens mensen ontvangen, maar ik wil niet meer zoals het de afgelopen jaar is, in zulke lange periode en in toch wel zulke grote getalen mensen ontvangen, want daar word ik een beetje moe van. We gaan in 2024 hier weer even naartoe om te kijken of dat wat u nu zegt ook gebeurt. We gaan het zien. Bedankt. Ja.